Mijn naam is André Vlag, wethouder Financiën van de gemeente Hendrik Ido Ambacht. De begroting van volgend jaar is rond. 45 miljoen euro krijgen wij jaarlijks binnen. Ongeveer de helft daarvan komt van het Rijk uit Den Haag. En zo'n 10% komt uit de meest bekende lokale belasting, de onroerend zaakbelasting. Dat geld geven we uit aan onderhoud van de buitenruimte, aan subsidies voor verenigingen en instellingen en voor voorzieningen zoals bibliotheek en zwembad. Alle gemeenten krijgen minder geld van het Rijk. En in de volgende worden er minder huizen gebouwd dan dat we graag zouden willen. Dat betekent dat we minder inkomsten krijgen als gemeente. En dat blijft ook de komende jaren nog onzeker. Ondanks dit alles is het gelukt om de begroting meerjarig sluitend te maken. Dat was niet eenvoudig, omdat we de achterliggende 2 jaar ook al fors hebben moeten bezuinigen, zullen de keuzes die we nu moeten maken merkbaar en pijnlijk zijn. Allereerst geven wij minder uit aan onze eigen organisatie. Bovenop de bezuiniging van 4 ton die wij eerder al hebben gerealiseerd, komt daar nu nog een bedrag van 250.000 euro bij. We doen dat door kritisch te blijven kijken naar wat we nu echt nodig hebben om u van dienst te kunnen zijn. Daarnaast werken wij samen met buurgemeenten om dingen samen te doen. Op de buitenruimte geven we 100.000 euro minder uit. Dat doen we bijvoorbeeld door op een aantal plekken over te gaan op beplanting die minder onderhoud vergt. Daarnaast hebben we met de buitensportverenigingen afspraken gemaakt over het onderhoud aan hun sportvelden. Dat gaan zij voortaan zelf uitvoeren, waardoor zij dat veel goedkoper kunnen realiseren dan dat wij dat zouden kunnen doen. Op welzijn en zorg gaan wij ook 100.000 euro minder uitgeven, maar ik kan nog niet precies zeggen wat dat zal gaan betekenen, omdat we eerst het overleg met de betrokken instellingen en organisaties willen hebben. Maar voor het einde van het jaar ligt er een voorstel bij de gemeenteraad hoe we dat gaan doen. Om de voorzieningen in Ambacht op peil te houden, voeren wij intensieve gesprekken met de buurgemeente Zwijndrecht om dingen samen te doen. Want het college vindt dat Hendrik Ido Ambacht ook in de toekomst een mooie, rustige, groene gemeente moet blijven met veel voorzieningen tegen acceptabele lasten. Op 29 oktober en 1 november aanstaande vergadert de gemeenteraad over deze begroting. Komt u ook?